Hoi, ik ben Sylvie en dit zijn de initiatieven voor de ZLTO Initiatiefprijs van 2017. Vandaag zijn we op bezoek bij Leon Steenbergen. Hij heeft een initiatief over water en over ondernemerschap. Ik zie hem daar in de verte al lopen, dus laten we er snel naartoe gaan. Leon, hi. Je bent genomineerd voor de initiatiefprijs van ZLTO. Kun je me eens kort vertellen waarom? In principe is die gewoon op veld begonnen. Hier was het te nat en nu gebruiken we het water uit het natte perceel om de droge percelen te voeden. Kun je me ook eventjes laten zien? Kom maar mee. Dit is de instroomput. Mm-hmm. Zo, oké. Okay. Hier komt het drainagewater vanuit het perceel en water vanuit de wetering bij elkaar. Hier kan ik het grondwaterpeil van de grond vanuit huis zien. En ik kan verschillen. Als het droog is, wil ik het graag hoger hebben. En als het nat is, wil ik het graag lager hebben. Ik zie dus iemand heeft meegenomen. Ja, Tony Steenbakkers van waterschap AMA's. Omdat wij dus het maatschappelijk belang hebben ingezien. En vinden we dus ook dat de waterschapstaak is om de watervoorziening voor de omgeving te verbeteren. Het infiltreert hier op een hoger bult. Ja. En dat komt dus in feite de natuur eromheen ook ten goede. Oh, wormengaatjes. Hier kun je zien wat er in de grond gebeurt. Dit is voor mij een teken dat je een goede bodemgezondheid hebt. En dat krijgen we ook doordat de watertoestand in goede conditie is. Dat we dat goed kunnen reguleren. Waarom zou het initiatief van Leon moeten winnen? Omdat Leon in feite met zijn volhardendheid, met zijn manier van communiceren, met zijn openheid, ook een voorbeeld is voor andere boeren die misschien net iets schuchterder zijn, maar ook goede ideeën hebben. En dat vind ik eigenlijk, te loven, absoluut. Ik denk dat elke boerenjongen die op het land werkt met ideeën rondloopt. Maar organisaties zoals het waterschap zijn daar wel erg bepalend in. Of dat zo'n dingen ook, of die ideeën ook uitgewerkt worden. En dat zie je wel gebeurd. En daar zijn we kei trots op. Dit was het initiatief van Leon Steenbergen, een echte ondernemer in hart en nieren. Wil je de andere twee initiatieven ook even bekijken? Ga dan naar de website en vergeet vooral niet te stemmen op jouw favoriet. Houdoe!